Welkom, leuk dat je kijkt hier naar een nieuw video-item hier op gamersnet.nl. Fijn dat je er bent. We laten elkaar ook ons niet meer zo vaak zien. En dat komt eigenlijk omdat alles achter een paywall zit. En daar gaat dit item ook over. Want wij hebben hier het unieke, exclusief voor Patreon supporters, Gamersnet vakantie doelboek. Dat is exclusief voor Patreon. Als je nu lid wordt, instapt, krijg je deze thuisgestuurd. Tenminste, we hebben nou 64 leden. Maar ik heb 100 besteld. Dus ja. Nee. We gaan nog, krijg ik ook even niet. Jij krijgt er ook een, dus laat ik zeggen dat we de 90 hebben. Dan gaat er een naar Michiel en Koen, weet je. Is nog 26? Nou, jij kan echt zo goed rekenen. Als 26, nou, als we de 26 halen, dat zou wel fantastisch zijn. Dat zou heel fantastisch bij zijn. Maar ik wil eigenlijk dat jij het openmaakt. Dus dan krijg jij de vingercamera. Kijk, ik de camera. Want hij is zeg maar net binnen. En ik weet ook nog niet hoe het eruit ziet. Het is voor de eerste keer dat ik echt een magazine maak. Het is echt zwaar ook. Ja, ik moest helemaal lopen vanaf de Primera. De Primera. Nee, vanuit de Primera. De Primera op Noord. Of je hebt de Noord-Bouwlaan-straat. Wat is het? Mooi hoor. Mooi hoor. Niet geraakt door de bommen. Kan je zien hoor. Echt nog authentiek. Authentiek. Authentiek pre-Duits. Ja, pre-Duits. Pre-45. Pre-45. 41. Dat is dan eerst. Weet ik veel. 40. Duurde 30 seconden of zo, hele stad weg. Was ook niet echt goed gebouwd of zo. Toch? Dat is echt heel kort. Ja, het is niet dat die architect zei, oh nou, we gaan dit bouwen, maar wat nou? Ja, nou, ze hebben de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Ja, maar die gebouwen die zijn gebouwd voordat er überhaupt een vliegtuig bestond. Ah, ik weet niet, ik vind het makkelijk. Oh, ja, maar er gaat nu wel iets gebeuren, want ik zie ze dus nu ook voor het eerst, maar ik ga natuurlijk gelijk fouten zien en dan word ik gelijk kwaad natuurlijk. Ja, hopen dat die goed gedrukt zijn. Nou, we gaan er gewoon eentje uithalen. Nee, maar ze doen het handmatig checken op het drukwerkdeal. Dat is gewoon... Drukwerkdeal? Drukwerkdeal. Vooral het drukwerk. Zeker. 1, 2, 3, drukwerkdeal. Nou ja, als je een beetje de humor in onze podcast wil weten, dit is het ongeveer. Dus Gamersnet Podcast, volg het even via Spotify, Apple Podcasts, waar je ook. Ik hoor steeds meer mensen die allemaal derde partij podcast apps gebruiken. Ja. Maar zitten we ook op, joh. Ja, maar niet allemaal. Maar... Nee, maar de meeste wel. Oh, ziet het er mooi. Het is glossy. Maar wil jij er ook één of doen we er één? Nee, we doen er één. Ik ga zo wel zelf kijken. Zo, ja. De meeste thuis, het grote Gamersnet vakantieboek. Bobbel. Want ja, de vakantie, we kunnen natuurlijk nog nergens heen. Dus wij dachten, we maken een leuke, gezellig vakantieboek. Hier zie je de voorkant. Dit was uitzoomen, hè? Keer 0,5, dan gaat hij helemaal op. Oh, mooi hè? Ja, hè? Oh, dit is de verkeerde, ja. De stad Amsterdam presenteert. Ja, tuurlijk. Einde item. Ja. En nou, bladeren even heel snel doorheen. Wat kunnen we allemaal beleven? Oh. Dit is de inhoud. Dit is echt glossy, wat mooi. Ja, het is echt heel erg nice. De inhoudspagina, kijk, dit zijn Salem en ik en dan Michiel. En hier maakt het dan zeg maar het filmhuis mee. Elke maandag gaan we film kijken. Wat leuk, dit moment weet ik nog. Ja, dat was hier hè, bij de piano hier. Een piano hier. Mooi hoor. Kijk hier, kijk, inspirerende quote. Mooi. Kippenvel staat nu al in mijn nek. In je nek. Ah, de bingo. De bingo. Dan kun je de podcast luisteren en dan maak je heel vaak dezelfde grapjes natuurlijk. Daarom. Shout-out naar Rixon de C, die heeft deze gemaakt. Ja. Patreon member. Doorbladeren. Mensen moeten ook wel wat te lezen hebben. Dit heeft Salem gemaakt. De beste Marvel films volgens Saal. Boom. Heb je goed gedaan, Saal. Dankjewel. Heb je goed gedesigned, Peter. Dankjewel. Dit is wat we willen met Peter. En als we straks heel veel Peters hebben, wat we dan allemaal gaan doen. Ja. Hier is een hele leuke kruiswoordpuzzel. Leuk. Echt leuk hoor, voor in de zomer. Echt wel leuk. De filmtips van Michiel. Onze filmconnoisseur. Oude foto van Peet en... Mellows Hennekes. Ja, Mellows Hennekes. Dat was toen toch Gamersnet Radio was, weet je nog, lang geleden. De beste niet-mainstream Star Wars content volgens Koen. Kan je heel hipster al je vrienden, nee, maar kijk jij gewoon nog de Skywalker saga? Nee, ik kijk hele andere dingen. Ja, ik heb een boek. En dit is zo leuk, dit zijn wist-je-datjes. Ja. En de moppetrommel. Ja. Nou, mag ik doorbladeren, want ik wil eigenlijk dat niemand dit nog ziet. Zou ik één mopje doen? Eén mopje. Er komt een man... Nee, deze is leuk. Deze is leuk, deze. Oh, ja. Hoe heet een geslachtsziekte die je oploopt tijdens een potje Mario? Ik weet het niet. Super Mario Gezwelxy. Nou, dat is het niveau van het magazine. Heb ik bedacht. Dit zijn de meest exorbitante trips die we ooit met Gamersnet hebben gemaakt. Ah, dat is echt heel leuk. De oude crew. Love. En dat was hem. En dan aan de achterkant staan de antwoorden van de kruiswoordpuzzel. Dus moeten we heen. En dan tot later deze zomer bij de Baron. Want we gaan namelijk met z'n allen, met alle patrons, naar de Efteling. Nou, hoe leuk is dat? Hoe vet. Jongens, het Gamersnet vakantie doelboek 2021. Exclusief te krijgen via Patreon. Dus zet dit op pauze. Het is er. En word lid via Patreon. Nee, misschien denken mensen van, oh, het filmpje hapert. Nou, kan ik net zo goed. Nee, maar ik bewoog gewoon. Want ik snap dit niet. Dit ging maar daarom is het... Ik probeerde het weer, maar... Ja, maar je bent zo grappig. Ik kan niet inhouden om te lachen. Oh ja. Het is zo leuk. Is zo... Wat we ook bijvoorbeeld doen voor Patreon is, we hebben het eten besteld. We gaan elke week eten wij hier voor jullie. Oh, dat is leuk om te zien. Dat is leuk om te zien, maar het is wel grappig. Gameplay video's hebben we, heel veel gameplay video's. En het is heel banaal ook allemaal. Het is allemaal heel plat. Ja, maar wel heel grappig, denk ik. Hoop ik. Vindt hij. Het doeboek. Het doeboek, leuk. Kopen. Word lid. Nice.